Spuiten en slikken, plasjes doen en bloed prikken, valspeep, list en bedrog, gezondheid, veiligheid en eerlijkheid, soms jaren later nog, frustratie, onmacht en omgekeerde bewijslast. Dit zijn de doping specials van de Slimmer Presteren podcast. Bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle aged man in Likra... Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over. De amateursporter. Een makkelijke dopingprooi? De dopingschandalen van Lance Armstrong en Team Rusland kent iedereen. Maar hoe zit het eigenlijk met onze eigen Nederlandse atleten? Afgaande op de cijfers van de dopingautoriteit loopt momenteel slechts een kleine groep, voornamelijk amateurs, tegen de lamp. Maar hoe terecht is dat? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Gerrit. Daar zijn we weer. De aftrap van seizoen 3, aflevering drie, 43. Ja. Oh, een nieuwe wow. serie. En we gaan wat nieuws doen. De mensen die net zijn begonnen met luisteren denken al: hé, hey, wat is dit nou? De doping specials. Ja. Uh, we gaan straks kijken naar uh, het onderwerp doping. En niet alleen vandaag, maar eigenlijk in een hele serie. Komende zeven weken gaan wij op onderzoek uh, om te ontdekken nou ja, alle verschillende aspecten van doping. Ja. Uh, deze aflevering hebben we het daar met z'n tweeën over. De komende zes afleveringen hebben we een aantal hele bijzondere gasten. Zeker. Zullen we ze al uh, even vertellen. Ja, daar kunnen we zeker. Natuurlijk hebben we Guido. Hè. Ja, Guido Vroemen is ook ja. onderdeel van deze serie. Uh, dat heeft alles te maken met uh, de medicijnen die toch gebruikt worden. Medische attesten kennen we wel. Uh, uh, atleten zijn ziek, gebruiken medicijn en gaan daar goed van presteren. Ja, mag dat wel, mag dat niet. Ja, sportarts en topcoach Guido Vroemen, uh, logische gast. Uh, Douwe de Boer. ja. Uh, uh, bij elke dopingzaak in Nederland dan hoor je vaak uh, dat in, een atleet uh, wordt geholpen door uh, dopingexpert Douwe de Boer. Ja. En dus met hem denk, gaan we kijken naar de lijst, hè? Wat staat ja. er nou op? Waarom staat het erop? Hoe komen dingen eraf? Ja. Uh, wat betekent dat nou eigenlijk? Precies. En het systeem, uh, ja. ja. We, we, we Hoe testen dat? we? Ja. Hoe uh, goed zijn die tests? Uh, fout positief, kan dat ook? Uh, ja. Uh. De straffen, klopt dat een beetje? Hè? Uh, zijn ze niet uh, te zwaar? Nou. Leuk. Uh, nou, uiteraard. Thijs Sonneveld. Ja, bijzonder. Vind ik ook leuk. Dat ja. vind ik toch wel een soort van een BN'er in de slimme prester ja. podcast. Waar gaan we het met hem doping over? Doping in het wielrennen. Uiteraard. Is het, ik bedoel, als er één sport is waar natuurlijk uh, wiel, uh, doping meteen in één adem genoemd wordt bij elke prestatie. Uh, Topprestatie, dan is het wielrennen. Ja. We, heb, we denken, we menen dat het allemaal schoner is geworden. Nou, dat is ook niet veel moeilijker naar hoe het ooit was. Natuurlijk. De, de, de zwarte. Uh, Periode van, van het wielrennen. Maar ja, hebben we bewijs daarvoor? Is het ook zo? Hoe is het nu? Zo? Staan we in een nieuw tijdperk? Daar gaan we dus het over denk hebben. Ik Thijs Thijs. kan zeggen, uh, wie hebben we nog meer? Herma Ram, uiteraard. Ja, dat dus, vind ik wel stoer. Ja. De dopingautoriteit. We gaan zo ontdekken waarom we, er zijn een aantal redenen waarom we het hierover gaan hebben in de Slim Pesteren Podcast. Ja. Eén daarvan is een reportage die je hebt gemaakt recent met uh, voor Reporter Radio. Daar heb je aan gewerkt. Zet je er midden in. En ik vind het toch wel tof dat we ook de andere kant hè, laten horen. En Herman Ram, directeur Zeker. van de Nederlandse Dopingautoriteit. Ja, hier want te is, gast er hebben. is niks makkelijker dan uh, het hele dopingsysteem af te zeiken vanaf ja. de zijlijnen en zeggen nou, het klopt allemaal niks van. Ja. Ja, ik denk dat het een stuk genuanceerder ligt. En horen uh, wederhoor is hartstikke belangrijk. Dus ik ben ook heel benieuwd. We, we, we kunnen in de loop van de tijd wat, wat vragen opstapelen voor voor Herman en dan uh, die meenemen in het, uh, de aflevering waar we hem uh, gaan, ja. uh, gaan interviewen. En verder hebben we nog Marco Knippe, ja. uh, beroemde, zeer goede sportjournalist. Zeker. Over... Zeer gedegen. Heeft de afgelopen jaren turnmisbruik eigenlijk uh, toch wel onder de aandacht gebracht. En, uh, maar daarvoor heeft hij zich ook met doping al uh, bezig gehouden. Onder andere in Kenia gaan kijken naar een paar jaar geleden. Hoe daar uh, toch uh, EPO ook al uh, zijn intrede deed. En, uh, dus ja, ik, met hem wil ik graag kijken van ja, in hoeverre kunnen we nou als Tokio doorgaat de Olympische Spelen? Ja, in hoeverre kunnen we dan gaan spreken over uh, schone spelen? Of uh, moeten we daar eigenlijk tien jaar voor wachten om zeker te weten van hoe schoon ze waren geweest? Ja. Of gaat het toch misschien uh, de goede kant op? En voor de mensen die meeschreven, die tellen nu vijf gasten. Dan hebben we er nog één op het lijstje staan, dat is Peter Joosten. Ja. Hij noemt zichzelf biohacker, ja. uh, futuroloog. Hij heeft een boek wat wij ook hier ja. hebben li liggen, uh, Supermens. En met hem willen we eens even vooruitkijken in de toekomst. Ja, want we, we hebben het nu allemaal over het naar nou, medicijnen, uh, farmaka, uh, chemische medicijnen. Middelen, maar ja, je, je zit op de raaklak van te, technologische uh, innovaties, uh, chips uh, die je kan gebruiken bij de dopingopsporing of uh, andere manieren om jezelf te verbeteren. Met, ja, gendoping of uh, nou ja, Peter is uh, zit daar veel meer in. Mooi uh, boek geschreven daarover. Doet ook veel uh, testjes bij zichzelf. Ja. Dus ik ben altijd benieuwd van, uh, om eens te horen van hem hoe hij tegen eigenlijk uh, doping aankijkt en zegt van ja, maar is dat, hoort dat niet gewoon bij jezelf willen verbeteren? Ja. Exact, exact. Want dat is, en dat, dat is eigenlijk al een beetje een bruggetje uh, waar we zo naartoe gaan. In deze aflevering gaan we even kijken. Uh, goh, waar staan we? Waar staan we in Nederland? Uh, we zoomen wat in op dat bijzondere ja. verhaal wat jij gemaakt hebt voor, met Benjamin de Bruin voor Reporter Radio. We gaan even kijken naar waar raakt dit dan de amateurwereld? En natuurlijk, ja, wa waarom past dit binnen de Slimmer Presteren podcast? Kijk, alles waar ja. wij 42 afleveringen over hebben gehad, gaat over slimmer, beter, sneller. Maar er is ergens een grens. Als je die overgaat, dan zijn dezelfde dingen die wij eerder nog supplementen ja. noemden. Opeens doping. En ja. ben je een en ben je strafbaar. Ja, heb, wij hebben het erover gehad. We hebben natuurlijk getwijfeld van. Ja, moeten we dit onderdeel laten worden.? Want de slimmer presteren podcast. Straks gaan mensen denken: Oh, dat zijn jongens die promoten gewoon doping. Ja, nee, ik, ik vind nog steeds eigenlijk. Je moet gewoon trainen. En je moet genieten van het sporten. En uh, alleen is het toch wel een behoorlijk grijs gebied. En, ja. Uh, ja, ik vind, ik vind het fascinerend om, om het daarover te gaan hebben. Ja. Nou, laten we, voordat we daar induiken, nog even een klein beetje terugblikken. Uh, heel leuk aan alle kijkers en luisteraars die ons de afgelopen weken op social uh, social media, slimme Podcast op Twitter, op Instagram en ook via de mail en persoonlijke WhatsAppjes, toch wat bezorgd benaderden. Goh, jongens. Uh, 1 januari, laatste aflevering. Ja. Uh, gaat het wel goed? Wat is het stil? Toch even een shout-out naar uh, Menno Veldman, Maarten Hages, uh, Marlies uh, Video uh, op Strava natuurlijk, Rutger Mollet op Twitter, Jan Stehauer, nieuwe vriend van de show. Ede van der Meer, nieuwe vriend van de show. We zijn er weer, we zijn terug. We hebben gewoon even een winterstop gehad. Ja. Dan. Hans ik schreef al, een ik, soort ik, ik van dacht ook, Ja, Ik ja, ga dan even, er zijn vijf, vijfduizend andere podcasts. Je mag best eens een keer een andere podcast gaan luisteren. Ja, nou, door. ik vond het toch fijn ja. gevoel dat we gemist werden. Hoe, hoe is het met jou, Jurgen? Ja, goed. Ik vond de pauze toch wel lekker eigenlijk, hoor. Dus een keer even niet op vrijdagochtend bij Gerrit langs voor... Uh, uh, ja, die koffie is natuurlijk wel lekker, maar uh, even uh, wat jij zelf ook aangaf, misschien wel een beetje... We moeten uitkijken voor grijs gaan uh, trainen. Ja. Uh, dus dat we een beetje uh, grijs gaan draaien. Een beetje monotoon. En al die studies laten zien. Monotoon trainen is nooit goed. Nee. Dus in, zin, in die zin is een soort rustpauze is prima. Uh, ja, nee. ik ben hem doorgekomen. january januari kondigde jij aan op 1 januari. Is dat gelukt? Uh, een week geleden had ik gezegd. Ja, het laatste weekend is het misgegaan. <laughs> en, is, en hoe ja, mis dan? Alleen de schuld van mijn vrouw. Die, uh, ja, die... die die, die heeft het vorig jaar al gedaan, dus die zei ja, nou kom op, we hebben nog twee dagen. Ik ga nu met uh, oudste dochter, had wel zin in een gin tonic. Nou, laten we dat maar doen. Ja, en toen, uh, toen ik dat hoorde, denk ik, nou dan kan ik wel een glaasje wijn nemen. Oh. En, ja, maar dat is typisch. En toen zijn jullie met de familie van Tevelen lekker ja. op een huisparty, nee, nee. avondklok, ja. helemaal losgegaan. Dat wil je allemaal niet weten. Maar Het is wel typisch mij, want dan ga ik dat allemaal realiseren En denk ik, ja, voor wie doe ik dit eigenlijk? Moet ik dan, omdat ik dan bij straks in de slimmer presteren podcast met mijn borst naar voren kan. Ja, ik heb het volgehouden. Ja, ja nou nee, ja, goed. Nee, ik heb het niet volgehouden. Nee. Slappe hand. Maar dan toch even vragen. Je hebt het heel veel dagen wel ja. volgehouden. Laat het glas al vol. En ik uh, moet heb zeggen... je er iets van gemerkt of gevoeld? Ik, het voelde goed. Vooral uh, goed geslapen, denk ik. Uh, bepaalde bepaalde fitheid wel. Moet wel zeggen dat nog steeds zo op vrijdag rond vijven... Nou, weekendgevoel. Er komt een soort uh, Dorst. stemmetje <laughs> ook van het zegt. Nou, daar, kan, daar past wel een borrel bij, laat ja. ik het zo zeggen. Meer een mentaal zijn die ding. Zijn alcoholvrije varianten voor jou dan een alternatief? Dus dus Jazeker, ja. ja. Dat zijn hele goeie. Ja, ja. ja. En eigenlijk dan is het meer van dat je van tevoren weet. Oh, het is alcoholvrij, dus het zal wel anders proeven. Maar eigenlijk is het. Uh... Nee, dus ik denk uh, dat het komende jaar dat het, uh, uh, ja, het volume uh, alcohol wat ik naar binnen zal gieten, uh, toch wel een stuk uh, minder gaat mooi, worden. Mooi. Nou ja, ja we hebben het natuurlijk al beloofd. We gaan daar nog een keer een aflevering over maken. En iedereen die nu ook denkt: ja. Doping Specials, zeven ja. weken wat anders. Echt, Het format van vorig jaar komt ook echt wel terug. Eén onderwerp bij de kop: Kijken wat de wetenschap zegt, kijken wat de topsport ja. doet en kijken wat amateursporters doen. Maf genoeg, alcohol. Stond op de dopinglijst. <laughs> Voor alleen een bepaalde sporten was dat. Voor autoracen. Ja. Was een aparte categorie. Maar en... dat is dan meer vanuit veiligheid. Ja, komen we ja. zo op? Waarom? Nou ja, het op de het lijst? staat er niet meer op. Oh. Viel me op. Of ik heb niet goed gekeken. Dus, uh... Je hoeft niet te blazen als Max Verstappen ja. de Formule 1. Dus in uh, principe ook als wij uh, op de fiets stappen bij die triathlon zwemmen. Ja. Nou ja, goed. Ik raad het niemand aan. Maar. Uh... Nou, ik heb, tegen de, ik heb tegen ook, uh, ik heb ja. ook uh, twee experimenten eigenlijk gedaan de afgelopen weken. Eén is, een, uh, is een, een rebound van een experiment... wat ik in de eerste lockdown ook deed. De scholen gingen natuurlijk weer dicht. Yep. Ik heb een dochter van tien. Dus wij zijn eigenlijk met goed gevoel... waar we elkaar aan en zeiden... nou, dan gaan we gewoon weer iedere dag... voordat we ook maar iets doen... In de kleren, naar buiten, vijf kilometer. Ik hardlopen, zij op de fiets. Ja. Uh, dat telden we dan weer netjes af. Dat begon weer ouderwets met 14 dagen. Want de scholen zouden maar twee weken ja. dicht gaan. Toen kwamen daar, 28 dagen, 35 dagen. Uh, totdat eigenlijk het bericht kwam, de scholen gaan weer open... En toen merkte Sofie ook, nou, dan ben ik er nu helemaal klaar mee. Want die was ergens ziek van. Ja. Die school, online school, die begon bij haar om negen uur. Maar wij moesten natuurlijk toch wel soort van half acht, kwart acht op om dat te gaan doen. En zei, ja, en heel mijn klas kan uitslapen. En ik moet iedere dag toch vroeg op. Dus toen ze wist dat er nog maar vier dagen te gaan was, zeggen, nou, dan ben ik nu klaar. ben ik nu nog drie dagen uitslapen? Dat is hetzelfde idee als bij mij met die. Ja, finish in zicht. Laat nu maar zitten. Precies. En ik merkte, ik heb mezelf toch een beetje tegen een grens aan geduwd. Want dat vijf kilometer lopen per dag Ging prima, dat is allemaal D1 rustig aan. Ja. Dan ging ik ook de UATT hardlooptrainingen. Laat ik even disclaimer maken. In duo's, want dat mag dan op anderhalf meter. Maar toch wel dat er ergens toevallig een, een trainer langs de kant staat die roept: nu moet je dit doen. Dat ging toch wel hard. En daarna ging ik nog even naar mijn moeder fietsen. Uh, 60, wat was het? 65 kilometer, 2,5 uur lang. Het yeah. Dus echt dat je de rookpluimen uit de schoorstenen gewoon horizontaal ziet. Alle vlaggen recht ja. in je bakkes. Ik moet bekennen, lieve luisteraars en kijkers van Slimperste <laughs> Op een gegeven moment dacht ik: kak, dadelijk staat er dus een gemiddelde van 22 op Strava. Had ik nu maar een vermogensmeter om te bewijzen dat ik echt wel heel hard getrapt ja. had? Of een motortje? Ja, maar lang, vooral Kort, ik kreeg toen wel last van mijn poten. Dus ik moest uiteindelijk ook even stoppen met ja. het lopen, want ik heb gewoon een kuit overbelast. Ja. Ik denk, ja. nou, meer rust. Nou, dat lukt nu ook. En een tweede, slaapdokter Casper uh, Jansen zal trots op me zijn. Aflevering vorig jaar. Uh, hebben we natuurlijk gehad over dingen die slaap negatief uh, beïnvloeden. Ja. Ik mm -hmm. moet eraan denken door jouw verhaal over alcohol beter slapen. Ja. Die dochter van mij, die werd tien. En we hebben het lang uitgesteld. Iedereen in mijn klas heeft al een telefoon. Dus nou, zij kreeg een telefoon. Maar nu moest ik natuurlijk opeens heel erg het goede voorbeeld geven. Een van de regels is, niet die telefoon ja. in je slaapkamer. Ja, nou, dat moet ik dus nu ook maar doen. Dus ik ben die telefoon uh, uit de slaapkamer gaan halen. Die leg ik nu s'avonds in mijn kantoor aan de lader. Oh ja, en. Uh, Holy blad. Yeah? Je weet het allemaal wel, maar ik schrik er toch van. Ja, maar je hebt nog wel je horloge om. Toch? Ik heb wel die, nog mijn uh, horloge om, om. Om de slaap te meten. Uh, ja, nee, maar weet je wat het is? Eh. Uh, ik ben gewoon onder andere van Peter Joost. Ja. We noemen hem al. Boeken weer ja, kan ik lezen. Okay. Ja. Ik, ik slaap echt wel anders. Ja. Dieper, vaster, rustiger voor mijn gevoel. Dus Kijk. Ik, iedereen weet dat het goed voor je is. Iedereen weet dat het super moeilijk is. Maar ik ben nu aan het doen. Ik ja. hoop dat ik het vol hou. een heb echt, ook uh... nog overdag of, ja, of, of, dan overdag? Daar heb ik even geen tijd voor. Als jij s'nachts uh, goed slaapt. Dan, 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 dan heb je, dan je misschien minder nodig. Dus leuke experimenten. Leuk nieuw jaar. En leuke ja. nieuwe serie. Laten we gaan. Ja. En dan gaan we beginnen met uh, het onderwerp doping. Laten we bij het begin beginnen, Jurgen. Waarom uh, vind jij dit onderwerp zo fascinerend? Want jij ja. hebt echt door de jaren heen al vaak over doping ja. geschreven. Nou, ik moet zeggen, uh, dan, dan ga ik toch terug uh, voor mezelf, kleine jongen. Tien jaar was ik, denk ik. Ik heb nog even teruggezocht: 1978. Ik, uh, wij gingen altijd op vakantie in Frankrijk ging ook wel eens bij de tour kijken als hij in de buurt was. Dat zijn mijn jongste herinneringen aan wielrennen. En ik weet nog goed dat, mijn, uh, dat er iets aan de hand was met uh, Pollentier. Een Belgische wielrenner. Een klein mannetje die, die eigenlijk iets te grote fiets had. Zat voor op het zadel, kan ik me herinneren. En mijn vader vertelde iets over het peertje van Pollentier. Klinkt nou, wel goed, hè? Ja, en ik, ja, kind van, ik was tien jaar, dus ik, ik snapte daar eigenlijk geen flikker van. Uh, later begreep ik, ja, het peertje was dan eigenlijk zo'n zo bolletje wat je gebruikt bij een, een, een bloeddrukmeter. Hè? Oh ja. uh, die hij dan onder zijn pols had ge, of uh, zijn oksel had getaped, vastgemaakt. Daar zat dan schone urine in. En oh. daar uh, had hij dan een, een, een buisje, uh, een slangetje onderaan zijn uh, penis gehangen. En bij het plassen uh, na uh, een toeretappe had hij zijn peertje laten uh, ja, loslopen, leeglopen, le le ja. ja. Uh, maar op dat moment wist ik, ik, ik dacht peertje, ik dacht echt aan fruit en, ik, en doping, wist ik veel. Ik bedoel, uh, maar daar ontstond al niet vast, want daar ging het de hele dag over, ja. dat iemand gewoon de boel geflest had. Ja. Uh, grappig genoeg, later uh, las ik nog even dat verhaal terug. Toen hadden ze het over: ja, het was helemaal geen peertje onder de oksel. Waarschijnlijk was het condoom die hij in zijn anus had gestopt. <laughs> nou ja. Niet beter op. <laughs> nee, Disclaimer. <Detail. laughs> de, de, de vaste luisteraars weten dat wij graag experimenten doen in de ja, slimme video podcast. Ja. Maar nu niet, hè? Toch? Maar dat geeft ook wel weer aan: van de, de, het blijft een beetje schimmig, een beetje grijs. Niemand kent het precieze verhaal. De ja, verhalen gaan die... die, die, die die, ja, op een gegeven moment worden ze, ja, zijn ze waarheid aan het worden. Terwijl niemand precies weet hoe het zit. Uh, er wordt jarenlang nog iets, iets anders over gezegd. Dat hoort ook bij doping. Totdat ik natuurlijk ging. Uh, nou, ja, we hebben Ben Johnson, et cetera, al die. Uh, en ik laat ik het zo zeggen, ik ben ook nooit geweest van uh, nou, Jezus kan helemaal niet. Of maar wel zoiets van, nou ja, goed, het schijnt. Het hoort erbij, laat ik het zo zeggen. Uh, Tot ik ging studeren en ik weet nog dat ik. Uh, Tente tijd een keer een praatje volgde van uh, Harm Kuipers. Nou, die uh, Harm Kuipers is een hoogleraar inspanningsfysiologie in Maastricht. Okay. Goede schaatser, ex wereldkampioen, die ook in de medische commissie van de ISU zat in de Internationale schaatsunie en iets op dopinggebied deed. Uh, daaraan gerelateerd en die vertelde doodleuk van ja, de meeste doping werkt niet. En dan had hij, liet hij daar. Uh, nou, studies bijzien. En, uh, nah. en natuurlijk zie je mensen dan in de zaal, mijn studenten, een beetje lacherig Van haha, nou en je, jij gelooft dat zelf. Maar ik bedoel, Harm kuipers is geen, uh, geen, nee, dat is gewoon een, een prima koek. Nee, geen ook helemaal niet. Dus dat is mij ook steeds bijgebleven. Ook omdat ik natuurlijk zelf lange tijd onderzoek heb gedaan. Studies daarbij gevolgd. En ik moet zeggen, ja, dan. dan dan hou je dat ook in je achterhoofd van, ja, wat is het bewijs eigenlijk dat die doping werkt? Dus ja. elke keer, ja, is toch in de media een beetje het zwart-wit beeld van, oh, doping gebruikt. En met doping ga je ze uh, spreken van vijf kilometer per uur harder. Ja. En dan die, die rare wetenschappers bijna, of die wetenschappers die zeggen, nou, uh, kijk uit met wat je zegt, want... Zoveel bewijs is er niet voor al die middelen dat. Ja, en die derde component dat alles rondom doping wegleest als een triller, ja, toch? Uh, mystiek, geheim, ja. achterkamertjes, ja. peertjes, ja. Uh, ja. gevangenisstaf ook, hè? Mensen ja. worden echt wel heel serieus bestraft. Ja, ik heb laatst Dus, uh, de, nou, je hebt het over boeken lezen. Ik heb nog uh, nu uh, de Rodchenkov-affaire ligt hier uh, gelezen over. Dus die uh, de Russische uh, hoofd van het lab ja. die ook bij Icarus een hoofdrol speelt. En uh, ja, eigenlijk gewoon verhaald hoe in 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 de jaren dat, uh, dat hij aan het hoofd stond. Hoe ze de boel geflesd hebben. Ja, met, Systematisch. Ja, he? Icarus ja. is de documentaire van de Amerikaanse wetenschapper. Ja. Die wil ja, eerst testen of die. die, die Brian Vogel, kan dopen. ja precies. Ja. En dan komt hij onderweg tijdens het maken van die documentaire erachter. He? En ja. in aanraking met dat hele structurele En Alles, dan alles dan. komt daar terug. Van uh, ja, kijk, dat is gewoon aanraden als je Als je dit echt fascinerend onderwerp. Want in het begin dacht ik: ja, hoe dat kan. Het, het klinkt eigenlijk uh, van ongeloofwaardig dat ze in het begin dan met die muizen. Uh, holletjes hadden gemaakt hè, tussen twee uh, kamers in een klein gat... waarin ze eigenlijk uh, urinemonsters uitwisselden. Ja, dit en... gaat over de Olympische Spelen in Sochi. Ja. Die natuurlijk op Russisch grondgebied waren... Ja. zodat zij die te testfaciliteiten zo konden manipuleren. Precies. Elke avond gingen daar dan de, de plasjes... Uh, de, ja, de, de vervulde plasjes van de Russische atleten in... En die werden dan in die nacht uh, nou, uh, vervangen door uh, schone, eerder. Uh, ja, of, of urine van die atleten zelf. Als ze het niet hadden van andere mensen. Er werd een beetje verdund om te kijken dat ze nog wel dezelfde kleuren hadden, dezelfde dichtheid. Ja, en die hele operatie omheen. Hoe jij dat beschrijft, denk je. Ja, het is, het is echt. Ja, het is goed overnagen. Maar ook zoiets van ja. Ons kan niemand wat maken Dit, mm -hmm. en, en uh, ja, af en toe moest er iemand opgeofferd worden. Want ja, goed, je kan natuurlijk niet laten zien, als dopinglab, van dat er niemand door de mand valt. Want dan kwam wel weer zijn waardecontroleur langs en die zag dan een positieve test in het apparaat. Oh, ja, oké, okay, ja. En dan denkt ze, oké, okay, nou ja, dan moet dat dan maar. Er werd even besproken van ja, die atleet, nou ja, goed, uh, jammer dan maar geen Olympische medaille erbij, maar niks aan te doen. Ja, en dat is gewoon toch jaren zo gegaan. Eh, ja, en achteraf denk je nog steeds van... Ja, ik heb toen naar de Olympische Spelen in Sochi ook zitten kijken. Ja, daar, daar kijk je naar sportprestaties. Maar ja, in, inmiddels bekruip je dan ook het gevoel van... Ja, oké, okay, eh, hoe geloofwaardig was dat allemaal? Eh, wie daar medailles hebben gewonnen van... Eh, Ging dat ja, op een heb jij dat? Manier. Ik bedoel, de, de grootste bekentenissen en, en de grootste bom is natuurlijk in het wielrennen geweest. Onze Lance ja. Armstrong. Ja, ik... Magisch heldenverhaal. Man overleeft ja. kanker, komt terug. Beste fietser alle tijden. En ja. Nou, Hoe is dat voor jou? Is nou ja, die hele prestatie uh, bezoedeld? Of willen we dat niet meer weten? Is hij een eikel en uh, nee, nooit meer? Ja, omkijken? nee, ik denk dat het uh, zo zwart-wit is het gewoon niet. Nee. Ik bedoel, hij is uh, juist uh, ja, opgeofferd, laat ik het zo zeggen. Dat zie je natuurlijk ook terug aan alle, alle touruitslagen, waar dan uh, hij uh, van de lijst afgehaald is. Uh, uh, soms uh, nog andere mensen, noem maar op. Ja, ik. Ik, nee, wat uiteindelijk ik bedoel, er waren heel nee, ik veel meer wil mee, meer. maar, maar en, uh, los van even zonder op het wielrennen ja. te gaan, dat doen we wel met Thijs. Maar even voor jou, als, ja. als toeschouwer. Ja, Ja. Nou. Maakt het jou wat uit? Vind jij het als toeschouwer belangrijk? Nee, maar ik vind wel dat uh, het is belangrijk is dat uh, kijkers wel een beetje het echte verhaal weten. En dan niet denken van, ah, die is gepakt, dus die persoon. Ja, is fout. Is fout, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. En dat heeft te maken dan met een aantal artikelen. waar ik eigenlijk een paar jaar geleden toch wel mee begonnen ben. En dat is uh, ja, die prevalentie van doping. Prevalentie is eigenlijk... moeilijk woord voor hoe, ja, hoeveel veel mensen... het voor zou moeten Precies. komen. Hè? En we, hoeveel we, we worden er, er opgespoord? Eén ja. stap terug naar de basis. Want dat is, um, wij zeiden het al net even in de inleiding, het is een heel grijs gebied. We hebben het vorig jaar gehad over cafeïne als wondermiddel. Aflevering, ja. moet ik even gauw spieken, 12. Toen zeiden we, ja, eerst was het doping, toen weer niet. Ja. We hebben het gehad over ketone. Die al dan niet iets zou doen, nu geen doping, misschien straks wel. Wordt over gesproken. Bietensap, hebben ja. wij letterlijk in de titel geschreven doping. Doping voor de amateur als een soort uh, pun aan ja. woord, oftewel ja. als je amateur bent is het vaatverwijderend, uh, is het prestatiebevorderend. Maar het mag wel. Dus ergens is iets heel lang slimmer presteren en dan opeens voor de doping ben je misdadiger, en eikel, ja. moet je van alle toneel verdwijnen. Ja. En waar ik je even wilde parkeren, is, dus laten we even bij de hele begin beginnen. Waarom is er eigenlijk dopingbeleid of antidopingbeleid. Waarom waarom ja, is doping is een onderwerp in de sport? Een, dat zou helemaal Ram natuurlijk als beste kunnen antwoorden. Ja, ik denk dat het toch ook heeft te maken met uh, ja, dan kom je uiteindelijk op de drie criteria waarom dingen op een dopinglijst staan. Eén is omdat het prestatievorderend is. Twee, omdat het schadelijk dan, maar is. Maar prestatievorderend, dat zou dan gaan over eerlijkheid. He, je wil dat iedereen ja. met een level playing field, dat is ook weer moeilijk ja. Nederlands, maar ja. in ieder geval gelijke kansen Precies. heeft om te winnen. Ja. door gewoon eerlijk te trainen ja. en niks chemisch of mechanisch wat Precies. hem of haar helpt. Alles wat jou ingrijpt op jouw lichaam op een onnatuurlijke manier, ja. dat zou niet moeten. Tweede is dat schadelijke. En dat is gewoon, ja, wat als je het inderdaad loslaat? Dat hebben mensen ook wel eens gesuggereerd. Nou, ja. laat, het nou laat toe. iedereen alles pakken wat er te pakken valt. Ja, ja. Uh, dan denk ik, ja goed, dan gaan mensen onverantwoorde dingen doen, denk ik. Ja. Ik bedoel, uh, ja, kijk... Uh, en dan komt dus het element van gezondheid op ja. de hoek. Dat, dat je stoffen gaat nemen die bijwerking hebben of ongezond zijn. Of ja. Nee. Dat gaan we allemaal ja. wel ontdekken. Maar het is wel heel lastig, want ik bedoel, uh, EPO... Nou, het idee van meer rode bloedcellen, uh, dat kan je met een bloedtransfusie doen of door EPO. Of we hebben het ook over gehad, een hoogtestage. Ja. Ik bedoel, het is op zich hetzelfde idee. Alleen, ja, de, je, je moet er wel wekenlang voor op een, een berg gaan zitten of in een hoogtetentje. Maar hoe natuurlijk is het om thuis in een hoogtetentje te gaan slapen? Ja. Alleen ja, dan wat je dan te maken hebt is met een lichaam wat eigenlijk uh, reageert op een andere stimulus. Mm -hmm. Dus wel EPO gaat aanmaken, die rode bloedcellen, maar op een gegeven moment ook eigenlijk zegt, hé, hey, tot hier en niet verder. Ja. Dus het lichaam is eigenlijk in staat om de eigen grenzen aan te geven. Op het moment dat jij doping gaat gebruiken, ja, dan uh, ga je daar dwars overheen. Want dan kan jij, nou hemotocriet is het volumepercentage rode bloedcellen, Kijk, met de hoogstage kom je niet snel boven de 50, denk ik. Dat daar wel de max ligt. Alleen als jij een bloedzak gaat hangen of uh, met EPO. Ja, uh, Bjarne Ries was monsieur uh, Spassant, Ja, 60. Het, ik, 60 procent. Dus ik bedoel, dan breek je eigenlijk door dwars door de hele fysiologie heen. En daar kan ik me wel... Dan, dan, dan kan het lichaam niet meer zeggen... Ho, uh, zijn eigen defensemechanisme uh, inzetten. Ja. Dus daar zie ik wel een, uh, iets in van... Ja, goed, dat is... Uh, ja, dan ga je een grens over. Ja. Maar ik vind nog steeds ja, je kan je afvragen. Maar je hoort nu dus al, er zit enorm grijs ja. gebied. Maar juist in Italië mogen tentjes dus niet hè. Oh, die mogen niet nee. van de Italiaanse dopingautoriteit ja. of zo. Ja, apart hè. Ja. En dat is en dan Italiaanse atleten die hebben ook zoiets ja, en dan ga ik als ik ga trainen in Frankrijk of noem maar op of op een berg dan mag het weer wel dus ja, ook dat geeft aan van het, uh, het, het grijze gebied. Ja, en ik heb nog wel eens gehoord over de uh, uitrol ook naar de breedte sport. Ja. Omdat je nog zou kunnen stellen... Go, topsporters met goede medische begeleiding... die zouden wellicht uh, verantwoord wel allerlei middelen kunnen gaan gebruiken. Ja. Maar dat is, die spelen een voorbeeldrol voor de breedte sport. Die hebben niet toegang tot uh, goede medische ondersteuning. En dan krijg je daar allerlei Klopt. ongewenste effecten. ja. En dat is ook gaande. Ik bedoel, we gaan het zo hebben over de amateursporter... Ik denk dat het met Herman Ram ook goed is om vorig jaar een rapport verschenen eigenlijk over de dopinghandel in Nederland. Ja. En dan gaan ze eigenlijk in, eigenlijk van uh, ja, Nederland is toch een beetje een, uh, natuurlijk, uh, ja, uh, uh, een, een gidsland wat betreft softdrugs, laat ik het zo en dat is. <laughs> Nou En harddrugs drugs toch ook, is dat ons uh, uh, ja, uh, daarom, en dan zeggen ze, ja, nou, hoe zit dat dan met, met doping? En dat komt, ja, blijkt ook gewoon. Ja, doping is wat dat betreft niet heel anders dan, uh, uh, dan drugs. Maar ja, dat, dat krijgt ook het beeld inderdaad van uh, de sportscholen. Ja. Waar natuurlijk eigenlijk wel ja, veel makkelijker met doping wordt omgegaan. Maar die mensen hoeven verder geen wedstrijden te doen. Het is dus interessant, doen. dus even in de woordkeuze ook, Jurgen. Want uh, als je net aan de slimme presteren kant. Hè, we kunnen ook stellen ja. doping, do, zit er alleen domme presteren kant, Maar als je aan de slimme presteren kant heel erg oprekt, dan noem je dat supplementen. Ja. En ergens ga je dus blijkbaar een soort grens over ja. en dan is het doping. En dat is, denk ik, wel iets wat we aan Guido kunnen voorleggen. Er wordt altijd gezegd: Ja, goed, eh, eh, sporten of trainen of noem maar op. dan krijg je een tekort aan bepaalde stoffen in het lichaam. Als, net zoals je, als je ziek bent. Ja. Nou, die kan jij weer opkrikken met medicijnen. Zoals je bij een, uh, ja, iemand met die te weinig schildklierhormoon bijvoorbeeld aanmaakt. of te weinig EPO. Uh, zo is EPO ooit natuurlijk ontwikkeld Uitgevoren, voor mensen ja. met nierfalen. Ja, waarom mag je dat ook doen bij mensen die. Uh, ja, de, die gezond zijn. Ja, ja, en door training of door sporten eigenlijk een tekort uh, krijgen aan een bepaalde uh, stof. Ja. ja, dus dat. Uh, maar ja, dat, dat zijn eigenlijk die amateursporters, sportscholen. Ja, die worden niet getest verder, want die blijven gewoon in een sportschool en die laten aan hun vriendjes zien van, kijk, kijk eens hoeveel ik kan bankdrukken is. en die pijst op mijn rug. Ja, maar je hebt wel een groepje amateurs. Uh, die ook wel getest worden, omdat ze aan wedstrijden van ja, want dat een haakje wil ik even, even maken. En dan doen. duiken ja. we terug in die prevalentie hoor. Ik heb ja. hem nog. De, de voorkomtijd, Maar toch even voor de luisteraars die denken: ja, leuk topsportverhaal, uh, toeschouwers, maar ik ben amateursporter. Ja. Doe even vast een haakje. Waarom maakt dit voor misschien nog net niet ons, maar wel voor amateursporters? Ja, dat is wat denk uit? ik toch het, uh, het verhaal van uh, Hinke Schokker, wat, we, wat we, bijvoorbeeld in, in Pointer inderdaad uh, ook naar voren is gekomen. Ja. ja, Hinke is, uh, die volgt ons, weet ik, in de Slimmer Presteren podcast. Uh, die had me een keer vorig jaar uitgenodigd voor... Uh, was haar, haar zitting, waarin eigenlijk... Uh, en dat leek me heel interessant, had ze een aantal mensen uitgenodigd... om te komen kijken naar de zitting van haar dopingzaak voor ja. het ISR. Dat is het Instituut Sportrecht, wat eigenlijk de in dopingcases ja. afhandelt. Waar aan de ene kant dan de dopingautoriteit Atletiek Unie... Als uh, aanklager zou zitten en zij als uh, ja, verdediger, als, als uh, uh, de verdedigende partij. Uh, ja. en, en dan gewoon om, om daar eens een kijkje te nemen van hoe dat eraan toe gaat. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, vond ik wel jammer. Maar later heeft ze toch contacten gezocht nog uh, samen. Nou ja, Benjamin noemde je al. Toen zei Ben: Ja, ik wil bij Pointer daar wel wat aandacht aan besteden. En toen ben ik in die zaak gedoken, Ik heb Hink ook uh, gebeld. Ik heb Douwe, de oude boer daarover gebeld. En toen ben ik ook in die cijfers gedoken van ja, hoe zit het nou in Nederland? En dat viel me de laatste jaren al op: van ja, er worden best wel, ja, er worden gewoon heel weinig mensen gepakt. Ja dus kun je zeggen nou prima nou, gaat goed ja. met dopingbeleid hè? weinig mensen positief we hebben nou straf, ja uh, we zijn allemaal heel netjes we hebben iets van 3000 controles in Nederland en daar wordt uh, 1% zo'n beetje positieve plasjes dan of soms bloedmonsters en dan gaan ze per zaak kijken van ja waar komt het vandaan sommige mensen hebben dan zo'n medisch attest die mogen dus dat middel gebruiken Er vallen weer medische attest, uh, doktersverklaring ja. in feite hè ja en daar gaan we met Guido uitgebreid nog over hebben. Op, ja, Waarom en hoe? Ja, mag ja, dat? Ja. Dus geen misbruik eh, ja. ligt dat op de loer. Nou, dan hou je uiteindelijk slechts uh, de helft daarvan over. En dat zijn vijftien zaken. Uh, die dan echt uiteindelijk nou ja, een, een straf gaan, gaan krijgen. Omdat zij onvoldoende verklaring hebben. Ja. En, dan ga je, en wat dan opvalt is: ja, dan ga je gissen, wie zijn dat nou eigenlijk? En dan kijk je eerst naar de sporten. Ja, dan is het cricket. Uh, dan is het onderwatersport, dan is het uh, natuurlijk het uh, krachtsport, gewichtheffen zit daar ook bij. Nou, uh, een wielrenner, hier en daar. Maar het zijn allemaal een beetje de, ja, de, de sporten waarvan ik denk, hmm, de, niet echt. Uh, en, en dan hoor je de verhaal eromheen, wat... wat Benjamin echt goed heeft uitgezocht. Ja, dan gaat het eigenlijk met name om, om recreanten, recreatieve sporters, ja. amateurs. Ja, daar zit natuurlijk een grijs gebied. Beste snap de ik ook luisteraar, wel. ik hoop dat je zover bent gekomen, want hier zit de link naar jou. Ja, want ja. we zeiden het al in de intro. Voornamelijk amateurs lopen tegen de lamp. Voor de mensen die nieuwsgierig zijn, die, we, we hebben ook de link in de show notes... naar die uh, reporter radio, die pointer uitzending, waar we op dat verhaal dieper ingaan. Maar kijk toch eens in een paar pennenstreken neerzetten? Nou ja. Wat is het verhaal van Hinke? De Hinke is gewoon, uh, ja, nou ja, natuurtalent ergens wel. Denk ik maar uh, iemand die, uh, die iets ha ging hardlopen. En had het idee Zij is heen. eigenlijk paardrijdster, ja. ze is dolle paarden. Da daar begint het eigenlijk ja. al. Ja. En, uh, maar heeft het uh, hardlopen ontdekt een uh, paar jaar terug. En merkte gewoon: hey, hier krijg ik een, uh, een fris hoofd van. Uh, dit ligt me goed. Uh, ik hou wel van uh, langere afstanden, uh, wilde meedoen met uh, uh, daardoor marathon Berlijn. Ja. En ging behoorlijk snel. Maar niet dat zij met tijden bezig was, noem maar op. En die ging als voorbereiding daarop de 100 kilometer van windschoten, wou ze meedoen. Rondjes van 10 kilometer met het idee: nou ja, ik zie wel na 30 kilometer als voorbereiding op een marathon stap ik uit. En nou, dat verhaal moet je, daar verwijs ik door in dat artikel in, in, in Runners World opgeschreven. Ja, dat leest echt als een, als een, als een soort sprookje. Want uh, ja, langzaam vestigt zij zich aan kop van dat deelnemersveld, mannen ja. en, en uh, eigenlijk de vrouwen, ja, die, 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 die kunnen haar al niet meer volgen. En iedereen denkt: wie is die, die dame? En, uh, en wanneer haakt zij af? En zij haakt niet af. Zij houdt gewoon die 100 kilometer vol. En komt daar in een uh, behoorlijk snelle tijd uh, als eerste over de finish, eerste vrouw eigenlijk. En uh, ja, mensen: hè, wie is dat in godes naam? Uh, nou. Krijgt geen, het is ook een NK, is dat aan verbonden. Maar hij krijgt geen medaille, omdat zij geen licentie heeft. Nee. Uh, okay. Dus hij meldt zich aan bij de atletiek Unie. Denkt, nou ja. Ja, want als ik dan toch win, wil ik ook Precies. een medaille. <laughs> ja. En uh, nou gaat wel meer lopen. Want hij heeft inderdaad die Marathon van Berlijn gelopen. In, 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 met wat stramme spieren, maar uh, behoorlijk goede tijden. Uh, ja, erop eigenlijk. Uh, nou ja, goed winschoten wint zij dan. En na afloop krijgt zij haar uh, dopingcontrole. Ja. Haar eerste. Ja. En waarbij uh, zij uh, inderdaad die zegt, nou, apart. Want uh, met het idee... ja, leuk ja Hoort bij ja. de winnaarsbeleving toch? Ja, ja. En, uh, maar daarbij ook zegt, ja, jeetje, ik, uh, ik ben verrast. Want ja, dit, dit hoort eigenlijk alleen bij topsporters, zeg maar. Bij mensen die een NOC-NSF-status hebben. Uh, ik, uh, ja, zij, zij werkt er gewoon bij. Een uh, hobby. Ja, ja. Maar goed, prima, we doen mee. En ja, verdomd, zij test positief. Ja. En daar begint eigenlijk de ellende voor haar. Want zo'n brief test positief kun je denken, in eerste instantie zal zij gedacht hebben: ja, nou ja, dit kan ik wel uitleggen hoe dit zit. Mm -hmm. Maar uiteindelijk komt zij erachter: ja, hè? Uh, uh, mijn verklaring uh, uh, werkt niet. Is, uh, Want toch wordt heel niet hoe het zit? Niet. Zij slikt een middel. Dat is een middel tegen narcolepsie. Oftewel ja. uh, snel in slaap vallen. Oftewel ja. toch wel een soort van pepmiddel. Zij heeft daar net op tijd van een vriendin gehoord. Let op. er staat op de dopinglijst. Ja. Zij googelt. Daar leest ze. Mag je niet gebruiken in competitie. Dus, zegt ze. Hè, of er staat dan twaalf uur van tevoren niet meer nemen. Zij neemt daar nog drie dagen marge op. Stopt vier dagen van tevoren met het middel. Ja. En toch Testen uitgerekend ja. op dat middel positief. Precies. In een hele lage concentratie. Ja. Waarvan Douwe de Boer zegt. Die, die, ja, dat begint het al. Eerst zei Hinken. Nou, laat, laat maar zitten. Ja, ik, ik ga gewoon. Blijf hardlopen. Dan, ja. dan maar. Alleen. Ja, wat het wel is. Je bent dan een dopingzondaar. Ja. Je mag nergens meer verschijnen op nou, geen dat enkel sportterrein. vind dat is pijnlijk hè. Want ja. daarom zei ik net nog even. Zij is eigenlijk uh, paardensporter. Of ja. zij gaat graag paardrijden. Maar als je dus een schorsing hebt. Ja. Mag je op geen enkele wijze met enige vorm van sport in ja. de buurt komen, begrijp ik. Ja, Zij mag en... niet naar de manege om paard te rijden. Ja. En je mag niet eens op het sportterrein komen. Je mag niet komen kijken naar een voetbalwedstrijd van, van een uh, vriend van Dat heb ik toch wel eens even een helemaal uh, ja, maar Aan is. de andere kant, ik verbaas me nog steeds aan die, uh, die ex-wielrenners die in het verleden doping hebben gebruikt en nu in die uh, ploegleiderswagen. Uh, ja, ja. Dus, uh, dus het komt vanuit dat beeld. Als jij een dopingzondaar bent, dan heb je blijkbaar een verrotte moraal. Ja. En dan mag je nooit meer in de buurt bij sport komen ja. of zo. Maar goed, uh, dus toen uh, Hinken eigenlijk dacht: van ja, maar ik wil niet als dopingzonder doorleven. door het leven. En, uh, en volgens mij klopt het ook niet. Ik heb gewoon bewust gedacht: van ja, ik uh, stop er op tijd mee. Ik had toch niks aan dat hele mode want ik wou goed slapen ja. uh, voor de wedstrijd. Nou, en, uh, en, en dus langzaam in het systeem rolde. Je had wat mensen die wat verstand van zaken. zei ja, je moet toch bij Douwe langs. Een advocaat die zei: hé. Hey, uh, en daar is zij nou, dat gaan uitzoeken en daar, daar schrok ze zo van: van hoe dat systeem eigenlijk keihard optreedt uh, tegen nou ja, mensen die een, ja, een positieve test afleveren, amateurs of niet, onwetend of niet voorgelicht of niet. Want zij zegt: Ja, ik heb nooit voorgelichting gehad. Uh, ja, en daardoor daar, he, daar nou heeft zij gedacht: Ja, maar ik, ik laat het hier niet bij zitten. Heeft ook andere mensen gezocht, zo'n Jordi van Loon, die ook in die uitzending naar voren komt. Die ook eigenlijk het idee had van, ja, wat overkomt mij? Uh, en dat dan achter... het fascinerend is, we hebben het hier dus over vier jaar schorten, schorsing. Ik zei dus al, in zijn algehele sport. Maar uh, er is ook omgekeerde bewijslast. Ja. En dat is toch ook even heel goed om te ja. snappen. Als je in Nederland iets fout doet. en je wordt van iets verdacht. dan is er een openbaar aanklager. en die gaat met jou naar de rechter. en dan mag de rechter bepalen. of inderdaad bewezen kan worden. dat jij dat hebt gedaan. Klopt. Op een of andere manier is het hier in de sport omgedraaid. Uh, ja. Als er maar een schijn is dat je fout zit. dan word je eraf getrokken. Nou ja, een en dan schijn, moet je zelf ja. maar aantonen. Ja. Dat, dat het anders zat. Ja, de schijn, dat zegt. Maar zeg nou, ja. dat is niet maar waar. Voor, is een positieve test. Ja, een hè? positieve ja. test. Dus ja. eigenlijk zeggen ze. Ja, maar het systeem is zo goed. Wij hebben gewoon een duidelijke dopinglijst. En we zeggen daarvan: nou, test jij positief op die stoffen uh, tijdens uh, een, een wedstrijd? Ja. Of twaalf uur voor een wedstrijd? Dus dat, dat is ook al, Hink heeft dat niet goed gelezen uiteindelijk. Het gaat erom dat jij ja, uh, binnen twaalf uur van een wedstrijd tot aan die dopingcontrole getest kan worden op een stof. En als daar een bepaalde hoeveelheid of een molecuul. Ja, komt dat door, hè? Met zijn 0, 0, 0, 0, 10 nullen en dan een 5, picogram per jaar. Die, die uh, werd meter. verwacht, uh, of nou verdacht of gepakt ja. op klembuterol, uh, hè? Ja. Een, een groeihormoon, wat zou zijn aangetroffen Precies. bij hem? Ja, en dat is hetzelfde van, uh, nou ja, uh, de, de modafinil bij haar... was echt een dusdanig lage concentratie volgens Douwe de Boer. Nou, die heeft daar ja, echt die wel heeft verstand die gegevens van. gegevens zelf ja. uh, als een soort... Daar begint het. Nou uh, ja, kan okay. ik die gegevens inzien... En dan uh, ja, nou is prima. We moeten 500 euro betalen per test. Ja, dus je hebt de A-staal. En als je de B-staal is, eigenlijk je reserve, dan gaan ze die moet je dan ook weer. Uh, die kan je ook laten hertesten. Ja. Dan gaan ze vaak nog eens naar Staal. Dit kijken. zijn dus eigenlijk gewoon ja. twee buisjes plassen. Ja, uh, en als je als atleet zegt van nou, die wil ik eigenlijk wel inzien, wil die test. Oké, okay, be betaal maar. Dat is één. en ten tweede krijg je dan een rij aan ruwe data. Waar je als atleet echt niks van snapt. Ja, dat is goed om aan Douwe te vragen. Ik, het is ook niet simpel. Hè? We stoppen een plasje in een apparaat. en we krijgen een perfecte uitslag te zien. tot in de decimalen nauwkeurig. Ja, het is een soort, soort screening. Ja. waarbij ja, de, soms die, die alarmbellen afgaan. bij uh, bepaalde hogere. Of, ja, of eigenlijk een, een aantal moleculen worden gevonden. Ja. Uh, nou, dat is een zegt, zegt Douwe. Ja, die concentratie was heel laag. Als je terug gaat denken afhankelijk van uh, klaring van zo'n middel in het lichaam. Klaring is weer een medische term voor hoe snel uh, het ja, wordt afgebroken in je ook lichaam. Ook dat is heel ingewikkeld. Je neemt zo'n stofje in en dan? nou, Dan gaat het naar allerlei gebieden in het lichaam. Receptoren. Gaat daar zijn werking doen. Wordt opgenomen. Wordt deels omgezet in metabolieten. Gaat naar de lever. Die gaat er van alles mee doen. En uiteindelijk komt er een stukje ook in je urine terecht. Ja. Maar, en... Je meet het dan in je urine. Ja. En dat moet dan wel een bewijs zijn van... ja, het zit nog in je lichaam. Dus je moet eigenlijk precies weten van elke stof... hoe goed ja, in dat lichaam, wat er precies mee gebeurt. En onder, ja, onder elke omstandigheid. Want dat is natuurlijk, nou ja... Eh, salbutamol, ah, Maar weet, het, je wat, weet je wat dus wel fascinerend is? Bij zo'n hinken... Ja. Zo'n sprookje, zo'n meisje. En toch, als ik haar af en toe hoor, denk ik ook, meid, wat ben je naïef? Aan de ja. andere kant, uh, ik heb toch ook wat contacten binnen Atletiek En die zeggen ook, nou, vanuit de Bond is het perspectief hierop ook wel heel moeilijk. Want wij beseffen ons dat die hele dopingbeleid is gericht op topsporters. Ja. En dan komen dus inderdaad amateurs tussen de wielen van het systeem. Want inderdaad, de Bond beseft zich ook, daar is geen voorlichting nee. voor. Ja. Als jij in een topsportklasje komt, krijg je gewoon een, een college van Herman Ram. Ja. Die uitlegt hoe het werkt en waar je op moet letten. Ja. Dat heb je ja. als amateur natuurlijk niet. Ja, dat um, Tegelijkertijd, als we dan de naam Contador of Vroom horen... Ja. waar je zou kunnen daar gebeurt hetzelfde... dan heb ik daar opeens een stuk minder ja, gek, medelijden ja. mee. Dan denk je meteen, ja, 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 ja jij ja. zoekt de mazen van de wet ja. op. Nou, en dat is het andere. Dat natuurlijk Vroom, die heeft gewoon een batterij aan advocaten... Ja. en die uh, die erop afstuurt. En, uh, dat, uh, ja, en dan blijkt als jij gewoon genoeg geld hebt eigenlijk, middelen en een naam... Bent waarschijnlijk scheelt dat ook nog? Ja, dan, dan durf jij wel op te treden tegen die doop- en dan ga je wel uitzoeken van hé, hey, waar zitten de mazen in, in, uh, in de wetgeving? Ja, en die zijn er, want dat systeem is gewoon niet feilloos. Dat gaan we met Douwe wel uh, over hebben. Het ja, gewetensvraag, Jurgen. Ja, als je nou zegt: Ik doe alles om zo dicht mogelijk tegen de regels of tussen de regels door, of tussen de mazen van de regels ja. door, uh, supplementen heet het dan opeens nog, ja. uh, stofjes, uh, slimme materialen te gebruiken. Ja. Ben ik dan aan het slimmer presteren? Ja. Of ben ik een ja. hele creatieve dopingzondaar? Ja, dat is een hele goede ja, Als je Rotchenko gaat lezen, et cetera. En als jij uh, toch maar die prevalentiecijfers. Ja, want daar willen we naartoe. Ja. Leg dus het eens uit. Eigenlijk zeg jij, hoe goed is dan die opsporing zoals die nu gebeurt? Met, uh, met de urinemonsters of de, de plaatjes. Ik weet niet of vraagt hoe van goed een... is de opsporing. Maar ja. Dat, ja. dat gaan we ook nog vertellen. Ja. Maar ik wil ook eigenlijk weten. Nou ja, dat is dus, die dus die waar, grens, ik, waar maar... ik echt wel van schrok. Is een paar jaar geleden een studie. Die, nou ja, dat verhaal is ook wel, uh, nou een studie uit Duitsland, grote groep uh, wetenschappers die echt eens wilden weten hoeveel mensen, hoeveel atleten gebruiken nou doping? Want ja. je weet als jij, kijk, idealiter uh, ga jij, uh, als jij wil weten of mensen gebruiken, nou dan volg je ze gewoon 24 uh, uur per dag. En dan krijg je ook 24 uur per dag... moeten zij hun urine, urine kunnen inleveren. Ja. ja. Nou ja, die mogelijkheid is er niet. Uh, je laat ze af en toe een plasje doen. Ja. En dat, dat is ook van... als je de controles in Nederland kijkt... ook bij die topsporters... dan is dat gemiddeld... er worden drie uh, controles per jaar. En één op de vijf topsporters wordt gewoon in een jaar niet gecontroleerd. Nee. Ja, en dan denk tegelijkertijd, ik tegelijkertijd okay. aantal grote innovaties in de historie. We hebben tegenwoordig een bloedpaspoort. Uh, ja. We hebben whereabouts, wat ja. een slecht Nederlands woord is Precies. van. Je moet iedere dag ja. vertellen waar je maar bent. Maar je hoeft maar een uurtje dan per dag uh, ja, dat ja, ja, op nou te geven. Ja, maar noem het maar een uurtje ja, van Maar mij is daar vrij zit ingrijpend. Ja, en natuurlijk de toppers, die worden echt wel twintig, keer per jaar of langer. Uh, maar dan nog als je, nou ja, de, het, en nou ja, en dat is één: je wordt niet altijd gecontroleerd. Je kan daar, denk ik, en ten tweede, je weet een beetje hoe goed die apparatuur is. Zo'n apparatuur van of die analyses. Je kan gewoon, uh, je moet uitkijken met fout positieve uitslagen. Lees dat je dat middel niet hebt genomen en zo'n apparatuur toch afgaat. Ja. dus je dus er zitten marges op. Daar zitten marges op. En ik denk dat, uh, nou ja, zo'n rotje. En dan kom ik weer bij mijn vraag. Zo ruim mogelijk ja. in de marge. Even toch, snelheidsovertredingen. Wij weten allemaal ja. dat de flitskast of het laserpistool 10% er aftrekt. Ja. Dus structureel, ik zal het maar bekennen, hm. ik heb dus een verrotte moraal, Rij ik, uh, wat is tegenwoordig 120, 130, maar in ja. ieder geval, ik rijd 8% harder. Ik structureel. Ja, ik ook. weet, daar krijg ik toch ja. geen boete voor. Ja. Ja. Is dat dan slimmer navigeren? Ja. En in het geval van de sporter... Hè? Net zoveel middel proberen te nemen dat je net niet gepakt wordt. Is dat slim, presteren of is dat doping? Ja, jij gaat dat aan mij vragen. Ik ja. uh, <laughs> ik, uh, ik ga het ook een hele ram vragen hoor. Ja, nou nee, ja, goed. Het, het, is allebei ja. Kijk, doping is sowieso doping. Wat is nou doping? Ja, eigenlijk uh, gepakt worden op stoffen die op de dopinglijst staan, ja. of een dopingovertreding begaan. En dat is een heel reglement van. Uh, uh, niet meewerken ja, aan een doopcontrole of, of, of verboden uh, middelen uh, bij je hebben of noem maar op. Ja, ja je moet bijna als atleet Roomse dan de pauw zijn, denk ja, toch? ik nog soms. Hè? Ja. Ja, dus, uh... dus, dus neem ons terug mee naar die, die prevalenties. Ja. Mensen nou, gingen uh... op zoek, Hoe vaak komt het ja. nou voor? En dat was een studie deelt gesubsidieerd vanuit WADA. WADA is de grote de wereld antidoping club. Ja. En uh, nou, die gingen dus inter uh, vragen bij atleten die meededen aan WK's. Uh, en dan met een best wel nette manier, de uh, randomized response. Dan verpak je eigenlijk een vraag van gebruik je doping op een uh, hele slimme manier. Uh, dat is in de wetenschap wel uh, uh, erkend. Een geaccepteerde methode. Ja, ja, dat je geanonimiseerd eigenlijk mensen dit soort gevoelige vragen kan uh, stellen. Ja. En daar kwam gewoon uit van uh, ja, dat dat toch richting de 40, 50 procent van de deelnemers aangaf... ja, ik heb de afgelopen jaar of afgelopen jaren doping gebruikt. En, nou, en toen kwamen... Nou, Hoeveel die procent? 40 à 50. Van deze deelnemers ja. in deze studie? Ja. En, en kunnen we dat Amerika... extrapoleren naar alle sporters? Of? Nou ja, dat is een goede. Want daar heb ik het destijds ook met Olivier de Hond van de dopingautoriteit. gezegd ja, er zijn wel meer van dit soort studies geweest... Um, en het interessante is: dit is een vraag die al, al tien jaar speelt. Roger Pielke hebben we wel eens benoemd, die heeft uh, The Edge geschreven. Die de, het gaat puur over de edge, het, het gebied, de grens. Het grijs gebied eigenlijk. En hij, wat hij echt ophamend is: ja, waarvoor is een waarde, waarvoor is een dopingautoriteit doel? We willen een, een dopingloze, dopingvrije sport. Mm -hmm. Dat is eigenlijk. Nou, dan wil je toch weten als je als organisatie daarmee bezig bent en je serieus in de spiegel wil kijken, hoe goed je het doet. Ja. Dus hij zegt, ja, laat dan eens zien, laat de cijfers maar zien, hoeveel mensen dan doping gebruiken. Dus hij roept al tien jaar, laat die dopingprevalentiestudies eens zien. Dan komt er eens eentje uit. Die behoorlijk heftig uh, aan, aangeeft van dat het uh, nou toch veel meer is dan gepakt wordt, want gepakt wordt is, is minder dan een procent. Ja. Op de, met de gewone controles. Alleen dan is die, die hele studie is tegengehouden, eerst door WADA, later door de Alleatieke Unie. Ja, er staat hier een artikel over ja. in de show notes. Dat ook, die ook, hoofdonderzoeker. Leest ja. als een thriller toch? Die he? hoofdonderzoeker die denkt: Ja, sodamide, ik stop met het hele dopingonderzoek, ik ga gewoon kankeronderzoek doen. Ja. Want als het zo moet, omdat gewoon getwijfeld wordt aan de, aan de hele opzet van de studie. Ik wil, iedereen wil zich mee bemoeien. Uh, nou ja, een paar nuance bij dat beeld is van oké, okay, het was uh, tien jaar geleden. Uh, wat um, Olivier de Holm van Dopingautoriteit aangeeft van ja, het is wel lastig als je mensen vraagt, heb je het afgelopen jaar doping gebruikt? Gaan mensen denken: van ja, zijn dat? Kent iedereen de dopinglijst? Misschien gaan mensen zeggen: ja, maar ik heb wel voedingssupplementen, ik heb cafeïne gebruikt, mm -hmm. weten niet goed van is dat wel of niet doping? Cannabis is natuurlijk ook zo'n eentje van ja ik heb wel uh, nog wat gerookt dus uh, nou, geef stond ik dat erop wel he? of niet op ja actualiteit ik heb vanmorgen natuurlijk ja. even zitten zoeken op NOS alle woorden met doping zie ik vanaf ja. januari dit jaar cannabis MDMA en wat ja. is het cocaïne van de lijst af en dat is wel iets wat dopingautoriteit al, al voor recreatief gebruik ja. out of competition precies ja. al al jaren voor strijd om dat ervan af te halen maar ja andere landen kijken er anders tegen de problemen aan dan, je wil zeggen de Nederlandse dopingautoriteit ja. strijdt ervoor om dat ja. er af te halen ja. Herman Ram die weer gaan spreken, Precies. maar die is gehouden aan wat de ja. wereld doping autoriteit ja, heeft. Je toch nu voor elkaar gekregen een aparte categorie is geworden van inderdaad de uh, recreational drugs of uh, met daarbij van als je daarop gepakt bent, slechts drie maanden inderdaad. Nu schorsing uh, waarbij als je aangeeft, ik wil afkicken, dan wordt het nog maar één maand. Ja, en nog even over die straffen. Je had het over vier jaar, nou, dat is in de. La, laat dat hangt denken zeggen. boven het hoofd, toch? Ja, waarschijnlijk niet. Oh, uh, maar goed, dat, dat is de grootste straf. Ja. Nou, wat, wat voorheen was: het begon ooit met, met uh, tijdstraffen van vijf minuten in de tour. Tot aan, uh, nou, het werd uh, twee maanden schorsing. Uh, en, en uiteindelijk twee jaar werd een beetje de standaard. Tenzij je kon aangeven, ja, maar ik heb het onintentioneel gedaan. Ik wist van niks oorspronkelijk gebeurd. Uh, dat is, er kwam uiteindelijk 40% kregen een lagere staf, omdat ze per ongeluk hadden genomen. Maar dan kom je ook in het, in het gebied van de smoesjes. Dat zo'n uh, tennisser aangeeft. Ja, oh, ik was in die nachtclub. Heb ik gezoend... met iemand ja. die had cocaïne genomen? Ja. Is die wel? Uh, ja, heeft hem wel. Uh, werd hem wel op geloofd. Dus ze hebben N eigenlijk dat. Vind dat... Ik zo naar ja. in dit onderwerp. Hè? Ja. Want aan de ene kant wil je de, de onschuldige Jordi van Loons en de hinkerschokkers. wil je geloven. En je ja. zeggen, oh, dit is zo oneerlijk. En, ja. en aan de andere kant denk je, nou, ja, maar die en In die zin is dus de nieuwe code, denk ik, is, is een stuk helderder geworden. Laat ik het zo zeggen, gewoon vier jaar. Op, een, uh, op een, een stof van de dopinglijst. Um, in principe, nou, als jij, dan krijg je een gesprekje, als jij kan aangeven, ja, maar ik wist echt van niks, ik ben uh, dom geweest, naïef of zo en zo, dan kan het twee jaar worden en dat zijn eigenlijk de standen. Dus in, in principe van Hinken, of inderdaad die drie maanden voor die stoffen, cannabis ja, ja. of cocaïne of heroïne. Hinke zal denk ik met haar verhaal, ook omdat ze nu aangeeft. Ja, maar ik had, ik had die stof echt nodig. Ze heeft nu achteraf dan een medische test kunnen geven. Plus misschien het, uh, wat, wat Douwe de boer aangeeft, ja, maar zij heeft echt tijdens die wedstrijd geen, geen voordeel, voordeel gehad. gehad. Want dat was mijn eerste ja. gedachte, H Hinke. als je luistert, ik las jouw verhaal en denk, ja, ik wist het niet ja. en uh, ik heb het niet gelezen. Sorry, dat stemmetje zal ik niet opzetten, maar ja. ik dacht wel, ja, dat kan zijn. Maar jij zit gewoon de hele dag aan de mode Dat is het natuurlijk ook niet zo. Ja. Maar je hebt daar misschien wel voordeel van gehad, ook maar dat misschien. heeft Douwe dus getest. Ja. Dat is niet zo. Nee. Dus ik denk, ik was, volgens mij was de eis ook, is die geweest vanuit de Atletiek Unie twee jaar. Dus dat, hmm. uh, dat is nou, nog, even eens Dat is nog ontzettend is nog, veel ja, als je jaren, onschuldig precies. bent natuurlijk. Hè? Nog even waar, oh ja, prevalentie. Ja. Uh, doop, 40, nou, 50 procent ja. vindt die studie. Internationaal natuurlijk, Zitten Russen tussen, et cetera. Nou, dan ga je andere van dat soort studies bekijken. In Duitsland ooit gekeken, dezelfde manier. Nou, toch al wel snel de, richting de 20 procent. Ook in Nederland zijn dit soort studies gedaan. Alleen ja, heb je best wel maar de kleine groep te maken. Sporters kwamen uit op 4,2 procent. Studie van een paar jaar geleden. Maar ik begrijp dat die studie spons. is afgebroken omdat het niet goed is gelukt, toch? Dat is de nieuwe studie. Ja. Heb je goed... Uh, ja, want ik keek uit... <laughs> ik heb uit, wat bronnen. Ja, ik keek uit naar een nieuwe studie van het mulier Instituut doet dat tegenwoordig. Ja. Waarin ze inderdaad een uh, topsporters, ex-topsporters, hebben geïnterviewd over hun houding tegenover doping. Uh, en daarbij ook inderdaad gepoogd hebben om te achterhalen nou, hoeveel heb je uiteindelijk gebruikt. Dit is mislukt om, ja, en ik heb die mensen nog gebeld. Ik kom binnenkort gaan ze, ze het overnieuw doen. Uh, ja, dat had te maken met dat mensen toch uh, iets het gevoel hadden: dit is niet volkomen anoniem of bang, omdat ze toch aan de hand van uh, hun enquête erachter konden komen wie het was geweest. Maar dat geeft me aan hoe lastig het ook met die randomized response eigenlijk is. Van ja, gaan mensen gewoon toch een. Uh, het echte antwoord geven, of uh, gaan ze het juist overdrijven met het idee van ja, ik wil dat mijn concurrenten opgepakt worden, <laughs> ja, ja, bij wijze van ja. of een beetje een politiek correct antwoord uh, en dat, dat is wel leuk om nu te benoemen, denk ik. Er heeft Olivier de Hond met een paar anderen, heeft echt. Uh, nou, ik heb die heb, die die moeten compleet gek zijn geworden, maar die hebben honderden studies nu voor prevalentie van de afgelopen honderd jaar gekeken. En er gaat, uh, uiteindelijk hebben ze nou, een hele screening gemaakt, 105 studies. Deels gekeken naar enquêtes, deels op een gewone manier van, nou ja, uh, anoniem of niet. Mm -hmm. Kwaliteit is soms een beetje uh, lastig, maar ook gewoon waar ze groepen mensen hebben getest. Uh, of waar ze gekeken hebben naar uh, eigenlijk uitslagen van bloedpaspoorten. Wat je natuurlijk kan doen, is uh, bloed afnemen. En dat gewoon in een grote poel gooien en daar een normaal verdeling op loslaten. Ja. En dan kijken we naar nou, hoeveel wijkt daarvan af. En die studies die neigen ook richting de ja, 10, 15 procent in afwijking in hun bloedprofiel. Allemaal. Helemaal van... even dat goed te begrijpen. Afwijking in hun bloedprofiel. Ja. Ten opzichte van. De normaal verdeling. Dus van gaat... normale ja. mensen die niet topsporters zijn. Ja, of gewoon op binnen hun eigen. Ja, ik denk dat ze een grote pool hebben van. Wat kun je verwachten bij normaal. Hoe de variatie is in je bloedprofiel. En dan kijken ze natuurlijk naar de leeftijd van de rode bloedcellen. Mm -hmm. Een beetje verdeling van die reticuli... reticuli... reticulocyten zijn. Die jonge bloedcellen, oude. Die hebben een bepaalde levensduur. 120 dagen volgens mij. Nou, als je een EPO inspuit of je, je hangt er een zak uh, uh, oude rode bloedcellen aan, dan ga je dat oppikken. Dan zie je gewoon een verschuiving in die samenstelling. En ik denk dat ze, nou, aan de hand daarvan kun je wel aangeven wanneer iets normaal is. Stel dat jij op hoogte gaat. Dan gaat je bloedviel ja. ook veranderen, ja, 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 ja. en dus dat ze daar iets hebben van, nou ja, wat vinden wij uh, ja, wat kan onder normale omstandigheden? Wat is de variatie? En wat als jij echt daadwerkelijk EPO gaat geven of uh, een bloedzak? Nou, en daar moet je gewoon weer een drempel van afkapwaarde gaan opgeven. En aan de hand van, uh, nou ja, big data is uiteindelijk, dat als je gewoon genoeg data hebt, kun jij gewoon aangeven, nou ja. We willen 95%, moet er een beetje uh, onder on die verdeling vallen. Hè? Nou, ja. De uiterste 5% is vaak afwijkend. Dat noemen we een significant verschil, laat ik het zo zeggen. Maar dan gaan ze toch kijken naar een pool van uh, uh, bloedpaspoorten. van uh, ook weer deelnemers aan atletiekwedstrijden of grote groepen uh, atleten. En dan zien ze toch dat daar uh, nou, 10 à 15% in, die, ja, in dat afwijkende stukje vallen. En daarmee zeggen, ja, hallo, uh, is hier toch iets aan de hand? Ja. En, en dat zijn allemaal suggesties van ja, goed, uh, uh, dan zou het toch wel de prevalentie toch een stukje hoger zijn in ieder geval dan. Of in ieder geval ruim hoger dan wat we oppikken met onze testen. Nou, dat lijkt eigenlijk wel het argument dat ja. jij hier maakt, toch? Ja. Op basis van allerlei verschillende onderzoeksmethoden zou er veel groter dopinggebruik moeten zijn. Ja. dan er nu positief getest wordt. Precies. En nou, nou, Waar is laat de, dat jou, ja. Jurgen? Waar, waar ja, waar nou, nou ja, dat goed. Toe? En dat die studie nog van, van Olivier met die honderd studies. Dan, 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 ja, dat is wel grappig. Hij geeft aan. het zit tussen de. de, de wie gebruiken, tussen de 0 en 73 procent, vinden ze dan. Met uh, raam, eigenlijk de, de meeste studies zo rond en onderbij die 5%. Ja, dat, dat laat mij iets van. Maar ja, 5% hangt erg van de sport af. Uh, dus ik, ik, ik. Wat je gewoon wel weet, is als mensen gepakt worden. Ja. Dan ben je ergens misschien wel een beetje onwetend of naïef of dom. Dan lees je ook Rodchenkov, dan ga je Icarus kijken. Dan kom je erachter van hoe dat je met micro doseringen en een goede timing uh, echt wel uh, een beetje kan zorgen dat stoffen op tijd uit je lichaam zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is ook het grijze gebied. Plus dan heb je het idee van grote vissen als, als de Frooms of de Contadors. Nou, die hebben een heel leger aan advocaten van mochten ze een keer misgaan, dan weten zij van, hé, hey, dan gaan we toch die ja, zaak... Ja, ze uh, zijn onschuldig. Hè? Ja, Weet zeker. Je? Dat is Omdat wel... Omdat het gewoon niet goed... Uh, en dat is, uh, waar, waar stel je die grenzen precies in? Ja. Maar kijk, ik, ook in Nederland 4,2 procent, 5 procent... Ja, nou ja, er wordt gewoon meer doping gebruikt dan. Uh, dan ben uh, dus Doping is meer dan de ene uh, uh, amateur of die, die dan in het nieuws komt, omdat gezegd wordt: hé, hey, die is gepakt op. Uh, ja, X, het. Z. Ja. Ja. Maar dus eigenlijk, dit wordt een hele verwarrende serie. Want uiteindelijk willen wij natuurlijk concrete, praktische tips. En wederom komen we erachter, <laughs> die hebben we niet. Want je zegt nee. aan de enigheid, we kunnen vaststellen, er wordt veel meer doop gepakt en gebruikt dan we nu meten en zien. Ja. Dus zeggen, we, hey onze sport is helemaal niet zo schoon als wij willen geloven, ja. als toeschouwer. Ja. Anderzijds stellen we ook vast met de verhalen van Jordi en Hinke en Douwe de Boer en iedereen die we gaan spreken... Het is niet zo zwart-wit dat als iemand een keer wel positief in de media komt, dat het en meteen een moraal, uh, moreel verrot iemand is, een slecht persoon. En dat die dus moedwillig de boel heeft zitten vervalsen. Yep. Er is een enorm grijs gebied ja. van ongelukjes of negatieve. Eh, uh, besmet vlees, voedingssupplementen. Ja, dat is dan weer de andere ja. kant. Dat is ja. eigenlijk een beetje soort. Uh, ik vind dat alweer moeilijk, want het staat ja. een soort van haaks tegenover elkaar. Ja. Uh, en tegelijk zeggen we dus: er is nog een derde component. Als je het nou slim doet, is het dan gewoon slimmer presteren, of niet? Weet je wel? Dus uh, nou ja, wat ja. ik in ieder geval vaststel, ik vind het super interessant, jij ook. We lullen hier met gemak een uur over vol. <laughs> en nog zeven weken lang. Dus we ja. hopen, uh, lieve luisteraar en kijker, dat jij dit ook leuk en interessant vindt. We hebben dus een mooie lijst gasten met wie we dit onderwerp helemaal uh, gaan uitrafelen. En ik denk dat we dan dus ook maar onze kijker en luisteraar uh, jou dus uh, willen oproepen om met ons mee te praten, toch? Ja. Um, help ons dus, waar sta jij in dit? Nou, het is niet eens een spectrum, het is een soort gekke driehoek. Uh, iedereen met doping is fout. Of juist iedereen die net niet gepakt wordt is slim. Uh, of uh, ja, grijs gebied, welk, welke ervaring heb je misschien zelf? Heb je wel eens gemerkt dat jij middelen hebt overwogen te gebruiken waarvan je later erachter kwam dat dat helemaal niet mag? Want dat kan ook, hè? Dat ja. je uh, niet goed oh, ja. geïnformeerd bent. Um, Waar sta jij in dit debat? Wat zou jij willen weten? Welke vragen heb jij misschien wel voor de, Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit? Of Thijs Zonneveld over het wielrennen. Natuurlijk een van de meest in het oog springende sporten en onderwerpen waar we het veel over doping hebben. Laat het ons weten via social media, bijvoorbeeld Podcast op Twitter en Instagram. Je kunt ons publiekelijk een ad sturen, even taggen. Je kan ons een DM'tje sturen en we reageren altijd. Je mag ook naar ons mailen. Via het welbekende mailadres post at slimmerpodcast.nl. Wij reageren altijd voor iedereen die nu zegt: Hé, hey, maar ik heb de afgelopen weken gemaild en ik heb nog niks gehoord. Nee, dat klopt. Ook op de mailbox hadden we even een winterstop, maar we komen terug in de lucht. Uh, en je kan natuurlijk ook reageren op onze website, www.slimmerpodcast.nl. Daar staat van iedere aflevering een uh, pagina. Daaronder kun je reacties achterlaten met elkaar en met ons in gesprek. Ja, en tot slot, nog één keer. Als jij deze podcast leuk en interessant vindt, overweeg dan toch eens ook even om ons financieel te steunen op dit soort onderzoeken die we gaan doen door vriend te worden. Je kunt je aanmelden op vriendvandeshow.nl slash slimme podcast voor slechts 2,50 per maand. Er is nog geen kop koffie. Ben je onderdeel van het Legio legioen. Net zoals Jan Stehauer, Edo van der Meer, Piet de Pauw. Uh, allemaal leuke mensen waar jij toch ook zeker bij wil horen. Dus uh, als je het nog niet gedaan hebt, doe het zeker. Jurgen, wat een Avontuur gaan we ja, aan. Leuk. Wat een reis. Nog zes weken te gaan. Volgende week in gesprek met Douwe de Boer ja. over de dopinglijst. Wat erop staat, waarom, uh, hoe dingen erop en af gaan. Een week daarna Peter Joosten, supermens, over uh, nou ja, alles wat we misschien gaan tegenkomen in de toekomst. Ja. En ook Guido Vroemen komt eraan over uh, nou ja, de relatie tussen sportartsen, doping, medische attesten en alles wat eraan komt. Ja, ja, ja. Super interessant, dank en tot volgende week. Ja, okay.